Deze keer heb ik een Diamond Art Club kit weer om te unboxen. Deze is niet voor mij, deze is van Sil, dus die is er ook weer bij. Hoi! Eventjes een huishoudelijke mededeling. Mijn vader zit op een schip, we zijn nu aan het lossen, dus we wiebelen hier en daar. Ik kan een knal horen van de grijper die ergens tegenaan knalt van ons schip. En er loopt hier een pup in de ronde. Die kan ook kabaal maken, of zijn vrouwtje. En ja, dus geluiden. Ik kan mijn mannen horen bellen op de achtergrond. Life goes on hier zo, zeg maar. Maar ik ga toch proberen nog een video op te nemen vandaag. Deze keer hebben we een mini kin juxtapose of zo. Geen idee hoe je dat uitspreekt. Dat mogen jullie zelf uitzoeken. Hij is van Mika Jelina. Het is een ronde diamond painting. En hij is, tenminste, het is geen ronde diamond painting, maar ronde steentjes. En hij is 56 bij 74 centimeter groot. En erg kleurrijk, vind ik zelf. Dat het een ronde kit is, kan je hier zien aan de ronde rondje. En het aangezien dat hij roze is, hier ook de roze streep. En ja, we gaan hem even openmaken. Tot zo. Zo, daar zijn we weer. Ja, mocht het beeld wat schudden, dat kan ook komen door mijn statief. Ja, ik heb een tafelstatief die hangt boven de tafel. Dus als wij bewegen, dan beweegt hij soms wat mee. Sorry daarvoor. Even kijken, wat zit er in een Diamond Art Club kit? De kleine sticker met alle informatie die je op de doos kan plakken. Er zit natuurlijk al een sticker op de doos, maar als je hem nou zo in de kast wil zetten, dan kan je hem zo aan de zijkant plakken. Of als je ze, zo in de kast wil stoppen, kun je ze op de kom plakken. Hè, net wat je wil. Een toolkitje, dit is een ronde kit, dus we hebben geen pincet bij Diamond Art Club. Anderen hebben het wel, maar Diamond Art Club niet. Tenminste, niet in de oude kits, ik weet niet hoe het nu zit, maar zover als ik weet niet. Een pennetje, een heleboel zakjes. Twee wax in hartvorm, een bootje met tuit. Een penhoudertje, zodat je hem makkelijker vast kan houden. Een multiplacer van 4. En volgens mij was dat hem toch? Ja. Ja. Nou ja, dat dus. Dan gaan we naar de painting. Volgens mij hebben we nou alles eruit. Kun je hem vast achterstevoren oprollen. De grote sticker. Met de naam, de artiest, startdatum, einddatum. Je kan dit mooi in een logboek plakken, dat doe ik altijd. 56 bij 74 centimeter en dat hij rond is. Hij heeft 35 kleurtjes. Dat is heel wat minder dan de vorige die we samen unboxed hebben van jou. Hoeveel? 35. Dat is iets meer dan de helft van de vorige. Ja. De vorige die we unboxed hebben was, hoe heet die ook weer? De Monkey, in ieder geval Rainbow Little Monkey. En die had 66 kleurtjes. Dus, deze heeft daarentegen net zoveel AB's. 4 stuks AB's. Voor de mensen die het niet weten, Aurora Borealis. Dat zijn steentjes met een extra glimmend laagje eroverheen, waardoor ze wat extra glimmen. Dit zijn allemaal losse stickertjes, die kan je zo op je bakje plakken. Wil je nog een extra bakje maken met een kleurtje, dan heb je hier nog allemaal lege stickertjes waar je zelf namen en zo op kan schrijven. En ja, dat is het stickertje. De stickersheet. Dan hebben we zoals altijd het stap voor stap instructieboekje. Er staat in hoe je moet diamond painten en nog een kortingscode. De steentjes.
daar gaan we zo naar kijken. De naam staat erop, de codenummer staat erop. En dat is makkelijk als je de canvas en de steentjes apart van elkaar wil opbergen. Dan weet je altijd ze bij elkaar te vinden. Dan gaan we nu beginnen met de painting. Hij ligt goed. Of goed wel. Ja, ja, ik zie het. There we go. Oh, sorry voor het... ik gaf daar een klap er tegen. Ik vergeet het iedere keer even. Een ronde painting ziet er, zolang hij nog niet gepaint is, heel anders uit. Als dan dat wanneer die klaar is. Dat is met een vierkante niet. De rendering is gewoon minder mooi. Maar je kan wel zien hoe mooi die is hoor. Hè? Heel veel paars. Heel veel paars. Hoe zat het ook weer? Ik had me een beetje gluren al. Gluren bij de buren. Roos, geel, oranje en groen. Kan je hier ook zien, mama? Ja. Ik wilde de AB's nemen. Yes, dat was ik even vergeten. Ik zit even een beetje te koekeloeren. Te koekeloeren. Ja, maar het kleurverschil moet ik wel even zeggen is hier op de sticker duidelijker te zien als... Zie je? Ja. Hier zo lijken die vier en die twee heel erg op elkaar, terwijl dat hier echt wel een groot verschil is. Ik moet ook zeggen, ik zie toevallig al drie kleuren van de AB's. Ik ga nog niet vertellen wat, maar ik kan precies dezelfde kleur op deze niet vinden als bij Rainbow Little. Oh, die heb ik al gevonden, want die zit ook op dezelfde plek. Ah, nee, die is ook gevonden. Dus we hebben toevallig die andere hebben we net unboxed. Ik weet niet welke er eerst komt, ik denk die andere. Die Rainbow Little Monkey. En dan deze. Maar het kan ook zijn dat ik ze andersom gooi. Dus dat moeten we nog even afwachten. Of je weet het stiekem al nu. Ja. Of want je hebt de vorige gezien. Of het is nog steeds spannend omdat je hem nog niet hebt gezien. Ja, precies. We gaan eventjes door de painting heen. Zoals altijd. Aan twee kanten. De Legend. Hier onderin. De thumbnail, miniatuurfoto. Met alle gegevens, de naam en de artiest. In samenwerking met Diamond Art Club. De grootte, hier in inches, daar in centimeters. De social media en nog een kortingscode. De levenslange garantie. En natuurlijk, Do What Makes You Sparkle, Diamond Art Club. Oh, mooi hè? Ja, een vogel. Ja. Ik vind hem leuk. Ik vind hem zo leuk. Ja, ik heb meerdere van haar. Van dat ontwerp ze. Hadden we die al unboxed? Sweet Tooth. Nee, die staat Sweet ook al. Maar je had er nog één, nog toch? Ik heb Sweet er nog een staat paar. Online. Als ik het niet vergeet, dan zal ik hem in de kaarten meng daarboven zetten. Dan kan je daarheen om hem te bekijken. Sweet Tooth. Dan gaan we naar de steentjes. Voor de mensen die dat niet leuk vinden om naar te kijken. Ik zal, als ik het niet vergeet, ongeveer hier de tijdstip neerzetten. Voor wanneer ik klaar ben ermee, dan kun je er naartoe doorscrollen. En dan zien we elkaar daar weer. Ja, nou, tot zo dan. En voor de mensen die de steentjes wel willen zien, we gaan eraan beginnen. Het is toch wat, ik ben aan gewoon mijn hand. Oh, nu valt het weer mee. Ik ben af en toe gewoon mijn hand op de statief aan het houden, zodat hij wat minder trilt. Het is toch wat? Yes. Even kijken. Yes. Daar gaan we. En 602. Oh, wat fijn rond. 310 keer 2 keer 3 en 38,65. Nou, er zit nog wel meer zwart in. Nee, hoeft niet, hè? Ja, nou, er zit nog wel meer zwart in. Maar dan gelijk met die. Hoppakee. Dan komt er wel aan de andere kant. Dit is een lange, lange. 803. 9,95. Oeh. Dat is een mooie. Kijk hem knallen. Huh? Dat zijn AB's. Mooie AB. AB alert. 132.
Ik dacht even keer twee, maar dat is het niet. 740, 703, 3607, 606, dat is een mooie kleur, hè? Mm-hmm. Oh, nummer 2, geel, 130. Abies. Deze komt met minder goed over het beeld, denk ik. Alhoewel. Maar het gaat nog wel aardig goed. 797 keer 2 keer 3 333 keer 2 keer 3 38 43 38 37 keer 2 keer 3 en nog 2 maal 3 10. Oeh, jeetje. Dus dat is 5 keer 3 10. We hebben nu 3 EB's gehad. Ja. Dus er moet er nog één zitten. Die heb ik al gevonden. Oké. Okay. 3708. 3705. 3706. 3728. En nog een EB. 128. Kijk hem gaan. 939. Nou. Ook nog. Ja, een klein beetje. 318. 3,22, 3,34, 7,75, 9,07, 7,62, 210, 817, 701, 415, 38,46 en de laatste EBI met de verrekening erbij van de buren, denk ik. De buren, ja, dat denk ik wel. 135, ik vind dit ook zo'n mooie kleur. Ja, dat ben ik. 823 en 992. Dat zijn de. Oh, ik dacht even dat dit een steentje was, maar deze niet. Oké. Dat zijn de steentjes. We gaan ze even opbergen en dan gaan wij even spieken. Nog even verder spieken, maar we waren net al aan het spieken. We gaan even verder spieken naar de EB's. Tot zo. Zo, daar zijn we weer. We zijn even op zoek geweest. Nou, we beginnen met nummer 1. Die hadden we al gevonden. Of tenminste, ik had hem al gevonden, waardoor Sil nu ook. Die zitten in de wang. Deze keer mag ik ze aanwijzen, want ik had ze gevonden. Hier ook in de wang. Verder hebben we ze niet gevonden. Ik ga er ook vanuit eigenlijk dat het niet ergens anders is. Dan gaan we naar de nummer 2. Ja, nu. Nummer 2 zit voornamelijk om haar heen. Dus hier zo zit allemaal nummer 2. Ik zit even te kijken. Volgens mij moet je echt al het geel rekenen. Ja. Ja. Al het geel. Hier zit nummer 2 in. Hier zit nummer 2. Dus alles hier onderheen. Zo, in de hoed zit nummer 2. Om de vogel. Het is echt al het echte geel is nummer 2. Laten we de vogel even Sjoerd noemen. Nou, om Sjoerd zit ook allemaal... Sjoerd. Ja, ik weet niet. Dus, al het geel hier in de schoenen ook geel. Hier. Maar dan gaan we naar de nummer 3. Ja, dat zit eigenlijk op dezelfde plek. Ja, dat zit eigenlijk een beetje tussen al het... zit bij... tussen al het gele door. Om het aan te vullen. Het zit hier ook bij de hoed, ook om erheen. Hier zo... In de, wat is het? Is het een spiegel? Moet ik het een spiegel voorstellen? Een ruimtespiegel. Nou, een ruimtespiegel. Een doorgang, iets, geen idee wat het is. Ze ziet eruit als het circus, dus het zal daar wel iets mee te maken hebben. En de nummer 4. Die zit hier onderheen, gedeeltelijk zo. En ik zie hier overal tussendoor bij de vleugels. In de spiegel. Heb ze vleugels? Dat zijn de... vleugels. Ja, vleugels. Ze is een circusvee, denk ik. Met Sjoerd. Hier, met Sjoerd ook allemaal in zijn vleugel. Dus. Vier is ook wat minder, maar ook best wel nog een heleboel. Maar je moet vier, ja. Hier zit, oh nee, dat is geen vier. Hier wat vier, hier wat vier.
hier onderheen vier, ja, had je al gezegd. Aan de andere kant niet. En vooral hier bij de vleugels eigenlijk. Vleugels, een beetje in spiegel. En bij de vleugels van Sjoerd. En in de strik, daar zie ik. Nee, dat is een andere kleur. Vier. Dat is een... Oh, dat is die andere. Oh, van veraf is het net... Is het alleen maar? Ik twijfelde net ook. Oh ja, het is echt alleen maar... Is alleen maar Nou, dus niet in de strik. Dat is inderdaad een ander tekentje. Van ver weg is het net een 4. Maar ik maakte hier de fout net ook al bijna. Waar was het hier? Ja, voor mij lijkt voor veraf ook net een 4. Heel gek. Terwijl het een heel ander tekentje is. Kijk, Loki zitten. Op een stond dus. Nou ja, ik denk dat het wel was. Ja, oh, hier zit ook nog 4. In de lipjes, in de getuite lipjes. Dat dus, horen jullie vast op de camera. Ik hoorde het in ieder geval wel. Dan ga ik hem afsluiten, want ik denk dat wij bijna leeg zijn. Dus de motorshow aangaat. Dat denk ik ook, ja. En het kan zijn dat jullie nu minder herrie horen als net. Want net, dat heb ik daar maar niet in de gaten, stond er een pomp aan. Ik kwam er eigenlijk pas achter toen wij de steentjes aan het opruimen waren. Volgens mij was dat het moment. Dat we, in ieder geval dat we maar even op pauze hadden dat Boy hem uitdeed. En dat ik toen dacht, oh, die stond ook aan. Dat ding staat zo vaak aan, we horen het als hij aangaat. Maar op een gegeven moment horen we hem gewoon niet meer. Maar dat was dus wel het geval tijdens het begin van deze video. Ja, dan rest mij nog één ding. Vinden jullie deze video nou leuk? Geef me dan alsjeblieft een duimpje omhoog. Wil je meer van dit soort dingen te zien? Druk op de rode abonneerknop. Kost helemaal niks. En druk op het belletje. Dan weet je zeker dat je niks meer mist van mijn kanaal. Ik doe niet alleen maar diamond painting unboxings. Ik doe maandvlogs. Ik doe vaarvideo's. Ik doe nog andere unboxings. En ja. Dus mini kin, Yukta Boos of zo. Circus Elf is makkelijker. Circus Elf volgens Sylvana. Goed, dan hoop ik jullie weer te zien bij een van mijn volgende video's. Doedeledokie. Bye. Tot de volgende keer.